Mensen kijken vaak in de lucht in de buurt van Soesterberg. Maar nu was het om de wedstrijd in parachutespringen te zien, georganiseerd door de afdeling parachutespringen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Het ging erom zo dicht mogelijk bij het hart van een cirkel met een diameter van 50 meter neer te komen. Sportvliegtuigen brachten de deelnemers boven het terrein op de Leus der Heide. Het publiek kon de landingen goed zien. Sommigen kwamen nogal ver van het doel terecht. Anderen landden heel dichtbij, maar toch nog te ver naar hun zin vaak. Door gebruik te maken van de wind en door het valscherm met de rechter of de linkerhand aan te trekken, kan de parachutist nog wat bijsturen en manoeuvreren bij zijn daling. Het zorgvuldig opvouwen na gebruik is van het uiterste belang. Het leven van de parachutist hangt daarvan af. 2 dagen lang brachten vliegers parachutisten boven het doel, dat uit de lucht duidelijk zichtbaar was. Even staat de springer op een wiel van het toestel, dan suist hij naar beneden, soms 100 meter in vrije val, waarna hij op ongeveer 600 meter hoogte de parachute opentrekt. Ons land telt ongeveer 150 beoefenaars van deze sport. Wedstrijden als deze vormen een prachtige stimulans voor hun precisie.